Mijn naam is Thierry Stokkink, adviesvlogs.nl. In de vorige video heb ik met jullie doorgenomen wat eigenlijk cryptovaluta is. Ik heb ook wat vragen beantwoord voor een aantal MAVO-leerlingen. Hoe eigenlijk de Bitcoin werkt. En de vragen die zij erover hadden heb ik in die video doorgenomen. Check die dus ook eventjes. En ik zal met jullie doornemen wat mijn ervaringen allemaal zijn. In een andere video neem ik door hoe je die cryptovaluta kan aankopen, hoe je hem kan bewaren, hoe je hem kan verkopen. Maar mijn ervaringen zijn, een half jaar geleden ben ik daarmee begonnen. En nu hoor je de negatieve verhalen veelal. Dus ik ben eigenlijk blij dat ik nu aan het vloggen ben. Want als ik jullie alleen maar lekker maak met allemaal leuke video's, hoe het allemaal goed gaat, dan is dat geen realistisch beeld. Want ik zelf heb ook ervaren hoe het mis kan gaan. Ik vertel daar liever dingen over, zodat jullie gewoon een realistisch beeld hebben van hoe het allemaal werkt. De grootste fout die ik heb gemaakt is, me helemaal niet informeren, maar ik ben maar gewoon wat gaan doen. Op basis van het gevoel van shit, ik mis de boot, dus laat me nu maar wat gaan investeren, want ik hoor alleen maar dat het omhoog gaat. Dus ik heb zo'n beetje geïnvesteerd op het toevallig uiteraard weer het hoogste punt. Het hoogste punt bij de Bitcoin was rond de 20.000 dollar of euro. En ik zag dat ik had geïnvesteerd op rond de 17.000. En rond december was dat. In een screenshot zien jullie dat ook. Dat ik dat toen heb aangekocht. En dat die toen heel toevallig in elkaar zakte. Dus mijn ervaringen tot nu zo dat ik wat heb gekocht. Dat ik dat ook lekker op een hoogtepunt heb gekocht. Dat het vervolgens in elkaar is gezakt. Toen hoorde ik ook weer wat verhalen over dat van die trading websites in elkaar zakten. Toen dacht ik, als ik het dan koop, dan moet ik het ook weer veilig gaan bewaren, want straks ben ik het weer kwijt. Dus toen ben ik het op een portemonnee, een digitale portemonnee gaan zetten op mijn mobiel. En toen zag ik dat je daar ook weer behoorlijk wat kosten aan kwijt bent. En het viel me ook tegen hoe lang het duurde voordat het geld op mijn digitale portemonnee stond. En vervolgens heb ik daar weer andere digitale munteenheden voor gekocht, waar ik meer vertrouwen in heb. En in een andere vlog neem ik met jullie door welke munteenheid dat dan is en hoe dat er in zijn werk is gegaan. Ik kwam er ook achter dat je niet alleen hoeft te investeren in de munt. Dus je koopt hem aan en dan hoop je dat hij over 100 jaar meer waard is geworden. Of over 2 jaar, whatever. Maar je kan ook weer investeren in alleen maar het feit of hij omhoog gaat of omlaag die koers. Dus je krijgt weer nieuwe beleggingsmogelijkheden. Ik heb een app die gebruik ik al een paar jaar. Die heet Bucks. En met die app kun je alleen maar speculeren op een koersstijging of daling. En dan kun je dus wat sneller geld verdienen of geld verliezen. In een andere vlog neem ik met jullie door hoe mijn ervaringen daarmee zijn. Dus als jullie mijn verhalen willen volgen, druk op de abonneerknop en op die like-knop. Dan kan ik jullie verder informeren over hoe alles werkt en wat mijn verdere ervaringen allemaal zijn.